Actieve leermethodologieën worden gevormd door een reeks leer- en leerstrategieën met specifieke kenmerken van andere methodologieën. De student is de hoofdpersoon van de evolutie van zijn leerevolutie en de leraar heeft een gidsrol in het hele proces. De voorkennis van de student wordt in aanmerking genomen als een manier om nieuwe belangrijke lessen te genereren, het personaliseren van het lesgeven. Leren is ook gericht op het ontwikkelen van vaardigheden. Leren vanuit een coöperatief perspectief en een praktische toepassing toevoegen aan de opgedane kennis. Een van deze methodieken is probleemgestuurd onderwijs of PGO. Probleemgestuurd leren is een leerstrategie waarbij de leerkracht een probleem voorlegt aan een groep studenten om te analyseren en op te lossen, om bepaalde leerdoelen te bereiken. Het stelt studenten in staat kennis te verwerven over het gebied, het ontwikkelt ook competenties, attitudes en waarden. Probleemgestuurd leren stelt studenten in staat kennis te verwerven en belangrijke lessen te trekken. Problemen worden opgelost in kleine groepen studenten die samenwerken gemakkelijker maken. Het stelt de student ook in staat om analyse- en synthesevaardigheden te ontwikkelen en daardoor een implicatie voor zijn eigen leer- en leerproces. Bij probleemgestuurd leren is de rol van de leraar een gids. De student is verantwoordelijk voor het leerproces. De docent presenteert realistische problemen voor studenten om het onderzoek naar de benodigde informatie op te lossen met behulp van verschillende bronnen, geleid door de docent. De oplossing van de gerezen problemen wordt gezocht in samenwerking. Ook bij dit soort van leren is het probleemoplossingsproces net zo waardevol als het eindresultaat, waardoor zowel de evaluatie van de docent als de zelfevaluatie van de student mogelijk is. Het traditionele onderwijs- en leermodel kent vele verschillen met probleemgestuurd leren. Sommige staan in deze tabel. In het traditionele model worden de leersituatie en het te gebruiken materiaal door de leraar verstrekt, terwijl in het PBL de docent de leersituatie presenteert en de studenten het leermateriaal selecteren en genereren. Aan de andere kant worden de reeks acties die moeten worden uitgevoerd tijdens het leren gemarkeerd door de leraar in het traditionele model, terwijl de student in PBL deelneemt aan het maken van die reeks. In het PBL wordt het werk gedaan voordat het te leren materiaal wordt gepresenteerd. In het traditionele model heeft de leraar de verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces. In het PBL heeft de student een actieve rol in zijn leerproces. In het traditionele model is de leraar de expert, terwijl hij in het PBL de gids is. Wat de evaluatie betreft, evalueert de leraar in het traditionele model de studenten. In het PBL spelen docenten zelf een leidende rol in het proces door zelfevaluatie. Het PBL biedt een groot aantal voordelen voor de studenten. Een van de belangrijkste voordelen is dat de studenten zich meer gemotiveerd voelen om te leren, omdat ze onder andere een praktische toepassing van hun lessen zien en ook de mogelijkheid bieden om belangrijke lessen te leren. Het geeft ook de voorkeur aan de ontwikkeling van vaardigheden die zijn gerealiseerd voor creatief en kritisch denken. Omdat het een leerstrategie is die de zelfevaluatie bevordert, kan de student zijn leerproces evalueren. Een ander relevant aspect van dit type strategie is dat het gemakkelijker maakt nieuwe kennis te begrijpen en te integreren, niet alleen inhoudsopslag. Het voordeel van dit type tools is dat het nieuwe kennis in reële situaties kan integreren. Dit type leren is integraal omdat het de implementatie van vaardigheden en probleemoplossende strategieën impliceert die de verschillende kennisgebieden beïnvloeden. De student moet ook werken aan samenwerkingsverbanden en coöperatieve vaardigheden ontwikkelen. Dat zal een positief impact hebben op hun uitgebreide training. Tot slot, het feit dat de student op een probleem moet reageren impliceert en verhoogt de zelfmotivatie en zelfrespect. Het probleemgestuurd leren volgt een cyclisch werkproces dat begint met het presenteren van een probleem voor de studenten. Daarna worden de leerbehoeften geïdentificeerd en leer de informatie. Tot slot is het probleem opgelost en in sommige gevallen worden nieuwe problemen geïdentificeerd waarmee de werkcyclus opnieuw wordt gestart. De leraar moet een paar stappen volgen voordat hij een activiteit in de klas presenteert met behulp van PGO.
De docent moet leerdoelen voor het onderwerp vaststellen. De studenten moeten duidelijke informatie krijgen over de regels die moeten worden gerespecteerd wanneer ze samenwerken om het probleem op te lossen. Ook belangrijk is het dat de docent een maximale tijd instelt voor de oplossing van de activiteit en dat de groepen dit respecteren. Tijdens de sessie moeten de studenten ten eerste de belangrijkste aspecten van het probleem dat de leraar heeft opgeworpen identificeren en analyseren. Ten tweede moeten ze hypotheses formuleren over het probleem en specificeren welke informatie ze nodig hebben om het op te lossen. De leraar fungeert als een gids van dit proces om ervoor te zorgen dat de leerdoelen worden bereikt. Zodra de werksessie voorbij is, moeten de studenten vaststellen wat hun leerplan zal zijn voor de volgende sessie. Eerst moeten ze vaststellen welke onderwerpen ze moeten bestuderen, welke doelen ze moeten hebben en welke taken ze zullen voltooien voor de volgende klassessie. Ook moeten ze vaststellen welke onderwerpen individueel bestudeerd zullen moeten worden en welke als een groep bestudeerd worden. Ten slotte moeten ze de functies en taken aangeven die in de volgende sessie moeten worden uitgevoerd en welke ondersteuning ze nodig hebben van de expert, in dit geval de leraar, om de activiteit uit te voeren.